ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ben ik samen met Donna. En wij gaan echt een hele leuke video opnemen. We maken altijd samen foto's voor Instagram. Ja. En wij hebben ook al een keer samen een video opgenomen. Die zal ik al even in het i'tje zetten. Aan welke kant? Een van de kanten. En we hebben dus nu vandaag... Ja, leg jij het uit? Ja, ik vind het goed. We hebben allebei 3 outfits voorbereid. Want ja. Nou, aan de ene kant hebben wij best wel... dezelfde stijl. Ja, we vinden dezelfde dingen leuk. Ja. Dat als jij een outfit denk ik, oh ja, leuk. En dan doen we het van elkaar aan. Ja. Ja. Maar af en toe, ik hou wel meer van kleur bijvoorbeeld. Ja. Dus hebben we allebei een herfst outfit. Ja. Een outfit voor een event. Ja, uitgaan event. Ja. Achter zoiets, feestje een beetje zo. Ja. En een outfit voor werk. Want ja, wij zijn werkende mensen, dus ja. Ja, we werken nu allebei fulltime, dus dachten dat is ook wel leuk om erin te doen. Dus we gaan... de items aan elkaar laten zien en dan gaan we ze ook aantrekken. En dan gewoon, we hebben ook een beetje gekeken van wat je echt zelf draagt. Dus ja. Ja, dus ik heb niet dat ik dacht van oké, dit vind ik net niet leuk voor Janette. Ze doet het maar gewoon aan. Ja, dat heb ik ook bij jou. Ja. Oh ja, en we hebben dus, ja, we maken dus samen foto's op Instagram, maar we kunnen wel even een beetje laten zien. Want ik heb best wel vaak gewoon, als hij, ja, ik denk dat hij dat niet scherp stelt. Maar ik zal wel wat foto's in beeld. Ik heb best wel vaak gewoon een beetje basic outfits. En met heel weinig kleur. En Donna draagt juist meer bijvoorbeeld een beetje roze en blauw. En gewoon ja, een beetje van die vrolijke kleuren. Dat kan je hier wel zien. Oh, dat is niet goed. Kijk, heel veel roze. En dat vind ik juist ook heel leuk, maar ik draag het gewoon veel minder. Ja. En het is ook wel leuk omdat ik natuurlijk blond haar heb en jij bruin. Dus dan is het ook allebei heel anders. Wat spannend. Oké, waar gaan we beginnen? Met de werkoutfit beginnen, toch? Of niet? Ik dacht de herfstoutfit. De herfstoutfit, oké. Okay. Okay. Ja, die ligt niet bij mij onder. Begin jij maar met mij, oké? Oké. De herfstoutfit. Ja. Oeh. Nou, dit is mijn herfstoutfit. Ja. En ik denk dat jij dit wel leuk gaat vinden, want het is Stanny. Ja. Wij houden allebei wel van Stanny. Ja. Nou, nee, luister, Stanny. Ja. Ik heb deze sweater van Naked. Ja. Maar die is weer voor eronder. Dus weet je, daar doen we niet zo van. Witte trui, nou, geef dat zou ik zelf ook dragen, ja. Dan heb ik een bruin Teddy Gillette. Ja, dat vind ik sowieso heel leuk. Voor erop. Ja. Dan heb ik, ja, deze heb ik heel vaak gedaan. Zeg, mijn lievelings zwarte. Gewoon een flare. Oh ja, dit draag ik nooit. Nee. Een flare. Nou, ik draag sowieso nooit flare eigenlijk. Nee. En dan helemaal geen spijkerbroek. Nee. Dus een zwarte flare spijker. Ja, heel leuk. En dan, om het helemaal af te maken, een haarband. Ja, en als ik dit in heb, lijkt het net een kind. Een kind, dat zeg je altijd. Ja. Maar ik vind het wel leuk. Dus dat is mijn herfst ook. Heel leuk. Kijk, en dit past ook helemaal bij elkaar. Dus, en wat voor schoenen zou ik er dan nog doen? Even zonder, deze zonder schoenen. Ja, ik heb geen schoenen bij me, maar dan moeten we even kijken. Ja, is goed. Nou, dit is dus de outfit die ik aan ga doen. Oké, nou, ik vind als eerst vind ik de broek echt heel leuk. En hij zit ook echt heel lekker. Oh. Ik vind het wel leuker als het zo'n rechtmodel is. Snap je wat ik bedoel? Nou, de haarband vind ik... Nee, maar ik vind dit wel echt, die gilet en die trui vind ik echt heel leuk. Ik vind de haarband ook oprecht echt leuk staan hoor. Ja, ik vind het gewoon een beetje en... alsof ik gewoon een jong meisje ben. Maar ik vind het wel gewoon leuk. Ja. Maar, en ik vind het wel ook gewoon echt een leuke outfit. Zeker voor herfst. Heel leuk. En ze heeft ook even mijn schoen aangehaald. Ik dacht altijd Nike Air. Zeg ik Air Force? Ik weet niet. Ja. Maar liefst ook echt. Ja, heel. Ik vind het wel leuk hoor. Ja, je kan leuk. Kijk nou, wat een poepie. Ja. Oké, dan heb ik voor jou, ja? Nu gaat het komen. Oké, ik heb eerst een bruine leren broek. En dit is echt mijn nieuwe lievelings. I love it. Op het hemelsje. Ja, ik hou echt van leren broeken natuurlijk. Ja. Jij wel. Ja, dus ik heb deze bruine leren broek van Naked. Alsjeblieft. Oh. En ik zou dit echt nooit aan moeten. Nee. Ik reageer zo gechoqueerd. En dan daarboven deze trui. Deze zou jij wel dragen, ja, toch? Deze heb ik ook volgens mij van Naked. Ja? Zo'n soort. Oh ja, nou, dus gewoon zo'n kabeltrui. Of hoe noem je dat? Ja, kabeltrui. En ik dacht, ja, dit heb ik echt al heel vaak aangehad. De meid gaat ervoor. Ik draag hem ook heel vaak met een beige broek. En ik dacht ook schoenen erbij die jij ook niet zo snel zou dragen. Ook. Maar deze draag ik ook heel veel. Oh. Ja, dit vind jij feestelijk, hè? Ja. Nou, niet ik wil er eigenlijk ook een hoed bij doen. Een hoed? Ja. Jezus. Zij weet dat ik geen hoedhoofd heb. Echt een pester. Maar daar dacht ik, nou ja, laten we het dan maar even tot zo doen. Dus dit is de eerste herfstoutfit. Oh, en... Oh, jij hebt er een tasje bij. Ja. Deze. Oh ja. De witte zadigtas. Wie is hier net zonder de zadigtassen? Dus dat is die. Die ga ik nu aandoen. Helemaal in de beige bruin tinten. Nou, wel allebei beige bruin. Ja. Wat is je eerste? Ja, nou, ik voel me helemaal niet mezelf. Nee, helemaal maar het is wel echt heel leuk. De trui vind je wel leuk, toch? Ja, de trui is en wat vind je van de tas?
De tas, ja, dat zou ik echt nooit dragen. Maar je kan wel ook zo. Kijk, kan je deze zo? Oh, ik heb het niet goed gesteld. Oh, zo. Ja. Ja, vooral en die broek vind ik echt. Maar zit die wel lekker? Ja, hij zit wel lekker. En die schoenen ook. Kijk, kijk. Oh. Ja, ik vind het heel leuk. Dat ik zo op YouTube kom, jongen. Zullen we de... Wat gaan we nu doen? De event uit. Ja, laten we het niet. Oké, ga ik er eerst? Ja, is goed. Nou, oké. Ik heb als eerst een jurkje waar Janet en ik echt in kan uittekenen, want ik heb deze super mooi. Ja. Dit jurkje met sterretjes. Deze is van Lovies. Ik vind het dus heel schattig, maar ik zou het dus nooit zelf. Ja, en ook niet voor een event of zo. Ja. Nee. Ik heb volgens mij wel eens aangehad naar een event met jou. Volgens mij van L'Oreal toen. Maar dat maakt niet uit. Dat was jij, jongens. Ja, zo, oh ja, deze. Dat weet ik niet meer. En dan ook iets wat jij volgens mij niet zo vaak draagt. Het is namelijk een gilet, maar het is een spijker. Oh ja, heel leuk vind ik dat. Dat vind ik heel leuk. Die doen we rots eroverheen. Oh, dat had ik nooit met elkaar gecombineerd. Nee, nou meid, je gaat maar ik vind het heel leuk. En dan daaronder cowboylaars had ik bedacht. Oh, leuk. En die heb jij. Maar ja, nou, dezelfde laarzen dus. Ja. Waar staan die? Die liggen daar. Oh, wacht, ik geef het aan jou. Ja? Oh, dit vind ik heel leuk, maar ik zou dit nooit bij elkaar kiezen. Ik zou hier dan een zwarte gilet dan misschien eerlijk doen. En ik denk lekker twinsten met kleur. Ja. En dan deze kabelaarsje. Ja. Alsjeblieft. Dank u. En de gilet is van, zullen we even zeggen waar het van is? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Oh, en deze is van Lovies. Van Lovies. Ja. En deze. En de cowboy boots zijn van Most Wanted. Nou, dan. De outfit. Oh! Het is niet helemaal mezelf, maar ik vind het wel heel leuk. Ik vind het tasje een beetje moi. Maar ik vind wel, ja, ik had dit nooit bij elkaar gekozen, maar nu ik het aan heb, vind ik het wel heel erg leuk. En die laars zou ik er ook wel bij doen, maar ik zou dus eerder een zwart giletje doen. Ja. Maar ik vind het wel cute. Ik vind het wel een vibe. Ja, leuk. Ja, ik vind het ook blauw jou ook heel goed staan. Oh, dank je. Ik vind het heel cute. Wel leuker dan met bruine benen. Ja, maar ja, we hebben nu gewoon melkflessen, dus... Ja. Maar meid, helemaal het einde. Ja, dat is wel. Ik zie echt mezelf. Ja. Heel leuk. Oh, wat een gaaf hoor. De uitgaan eventing. Oké. Okay. Ik voel gewoon wat er nu gaat komen. Ja. Ik draag altijd blazers. Echt heel veel. En ik draag ook heel vaak natuurlijk mijn blazerjurkje. Oh, ja. Jam. Ja, dus ik heb een blazerjurkje. Met daar omheen zit dus een zilver riempje. En ik dacht, als hij misschien een klein beetje kort, kan je daar even zo'n die standaard, zo'n broekrokje of daar leven wij in. Zo'n bikershort doe ik er dan onder. En eigenlijk het liefst doe ik het met blote benen, maar jij mag er wel een panty onder. Oh, omdat ik het ben. Ja, en dan wil ik dat je haar met, weet je wat, dit doet. Dat ik ook altijd doe. Oh, dat vind ik heel erg. En dan zo. Je weet dat ik het echt... Nee, maar kijk, dat staat jou goed, maar mij niet. Zo, en dan het leukste... Deze laarsje van de Zara. En dan daarbij natuurlijk mijn zalige papertas. Deze. Ik ben helemaal op de kaart. Maar dit ben ik wel echt, hè? Ja, maar ook met het clipje. Ik vertel het altijd tegen mensen. Ik hou er niet van als mijn haar zeg maar vast zit. Ja, maar het staat mij helemaal goed. Jeetje, Mien. Ik moet toch ook straks een leuke herhaarstel bij jou. Dus prima. Ja. Zo. Ja. Nou. Oké. Okay. Ben heel benieuwd wie bij jou gaat staan, die outfit. Ja. Ja, je voelt je echt awkward, hè? Oké, nou. Leuk? Mijn goede. Ja, ik zie echt mezelf. Ik vind het wel echt leuk staan. Maar je bent het gewoon niet gewend. Nee, en vooral die laars. Maar zijn wel mooi, toch? Het zijn wel echt parels, die laarzen. Ik zou ze nooit aandoen. Oké, maar wat vind je van het jurkje? Ja, nou, het is niet echt een jurkje. Ja, hij is wel een beetje kort. Ik heb er een broekje onder. Want nou, ik zei al, dan loop ik... Ja, ik heb een hele korte romp. Korte video wordt die mannen thuis. Maar ik vind het blazerjurk vind ik heel cool. Ik voel me wel heel zakelijk. Dat heb ik nooit zo vaak met de kleding. Ja, maar ik vind het heel leuk. Ja. Ja. En het tasje? Oh ja, het tasje natuurlijk zo. Die ik altijd draag. Ja. Oh, en de klem? Oh mensen, de klem. Kijk, dat wordt nog erger. Heel leuk. Ja, zo'n klem staat bij gewoon niet. Heel leuk. Ja, dus we hebben nu de outfit, de werkoutfit. Dus als we gaan werken... Ik ben helemaal wat vergeten net. Wat dan? Want ik heb nog een tasje die ik wil bij de event outfit. Hoort deze bij de event outfit? Oké. Ja, die moet daarbij. Oké. Nou, en dit zou ik ook echt nooit kiezen. Ik heb hem wel in het zilver. Jij hebt hem in het zilver en ik weer met allemaal kleurtjes. De pastel. Ja, nou, dan als laatste de werkoutfit. Ja, de werkoutfit. En ik werk gewoon op kantoor. Ja. Als influencer marketeer. Dus eigenlijk mag ik gewoon aan wat ik wil. Dus ja, dat hangt er een beetje van af. Maar meestal doe ik gewoon een lekkere broek. Dit is een
spijkerbroek? Ja, spijkerbroek van de Vos. Die kleur vind ik heel mooi, maar ik hou gewoon niet meer zo van flared. Nee, het is wel een beetje flared. Ja, yeah. Er zat een flair, maar ik denk... En deze is van de Costus. Ja. En dan daarbij... Ja, ik vind deze enig. Ja, hij is wel heel leuk, maar het gaat mij deze heel raar staan. Deze is ook van Novies. Ja. Ik word dan echt een pop. Nou, deze dus met lekker lange mouwtjes. Ja. Ik heb hem in het zwart-wit. En ja, ik heb niet mijn werktas meegenomen, want die kreeg ik niet mee op de scooter. Dus we moeten het hier mee doen. Heel leuk. En moest ik bij deze mijn haar ook zo doen of niet? Ja! Oh, ja. Ik vergeet het heel belangrijk. Ja, maar je kan het vertellen. Dan moet ik doe eigenlijk altijd twisten. Vaak. Ja. Heb ik twee van die elastiekjes en dan maak ik twee van die staartjes hier. Ja. En dat ga ik dus jou net ook even zo aansmeren. Ja. Dus dat is dat. Iets naar die kant. Ja, ik lijk inderdaad echt iemand uit K3. Ik vind mijn mooie haar. Ja, ik vind die staartjes echt heel erg leuk. Jij vindt het leuk? Maakt het me niet jong? Nee, ik vind het leuk. Oké, zo. De trui vind ik ook echt heel leuk, maar ik zou het gewoon nooit allemaal aandoen. Want ik voel me net een discobal. Ja, de trui is van Lovie zo met die lange mouwen en die broek. Maar die broek staat goed. Het is niet echt een flare, het is meer straight. Nee, ik vind hem mooi. Maar ik zou dan ook, ik vind het te kleurrijk, maar ik vind het wel een hele leuke outfit. Te kleurrijk staat ze in een roze trui. Ja. Leuk. Maar wel heel leuk. Ja. Cute. Ja. Oké, dan voor de werkoutfit. Ja, ik werk natuurlijk op school, dus het moet altijd een beetje netjes. Juf Janet hier. Dus, maar het moet altijd een beetje netjes zijn. En ik wil ook altijd dat het lekker zit. Dat is belangrijk. Oké, dus wat ik heb is een beige broek. Gewoon een beige pantalon. Deze outfit is niet gewassen, er zit ergens een plek op. Dus gewoon een beige pantalon. Deze zijn echt top. Deze. Heb je die wel eens gehad van Naked, zo'n pantalon? Nee. Zijn echt heel chill. En van dat lichtblauwe pak. Ja. Ja. En dan daarbij gewoon zo'n linnen blouse. Oh, is die van My Jewelry? Ja. Van My Jewelry, denk ik. Ja. My Jewelry. Ik kan dat nooit goed uitspreken. Ja, daar gaan we het niet op hebben over die discussie. Zo. En daaroverheen deze teddy gilet. Oh, ja. En deze outfit heb ik echt al 5 keer naar school aangehad. Oeh. En dan nu de parels erbij. Oh, de paal. De UX. Zo'n reveal. Oh, maar dat vind ik ook wel heel. Dat is echt. Ja, ik heb ze niet. Nee, maar het is heel leuk. Leuk, hè? Nou. Het is die erbij. Dat was hem toch? Ja? Ja. Oké, nou. Ja, maar nu lijkt het ook niet leuk. Ik sta altijd op YouTube zo. Dat is echt heel erg. Nee, ze vindt het niet mooi. Nee, maar kijk. Nogmaals. De teddy gilet is wel top. Ja, heel leuk. Broek ook. Kijk, jij net en rockt. De UX. Oeh. Jij net rockt dit, maar ik zie er gewoon echt uit als een vos. Ja, misschien omdat het los boven los is of zo. Okay. Ja, ik draag het ook alleen naar werk. Maakt niet uit. Kijk, ik kan dit niet hebben. Klaar. Dat is eigenlijk de discussie. Het ziet er bij mij niet uit. Toch? Maar ik vind het leuk. Nou, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Als je de video leuk vond, vergeet niet te abonneren. En even te kijken op ons Instagram account. En dan zie ik je heel snel. En een duimpje toch? Oh ja, een duimpje. En een duimpje voor Janet. Ja. Doei!